een dag op de regenboog is het een hele gewone dag. Totdat het volgende gebeurde. Waarom moeten wij hier staan? Dan sta je aan die kant. Tom! Ik mag het wel bij hun spelen. Waarom mag dat niet? Vanaf vandaag zijn jullie allemaal gescheiden. Maar waarom dan? Omdat jullie een andere huidskleur hebben. We kunnen toch gewoon naar hun toe? Ja. Het is toch gewoon leuk spelen? We zijn met z'n allen niet gelijk anders door een andere huidskleur. De blanke en donkere kinderen in dit land werden sinds die dag gescheiden. Zullen we vanmiddag met elkaar buiten spelen? Ja, is goed. Hé, hey, plaats met elkaar! Sorry, we wilden alleen maar buiten spelen. Blanke en donkere kinderen spelen niet samen buiten! Ook werden ze gescheiden bij het handenwassen. En werden de fietsen apart gestald. Een van de kinderen heeft er genoeg van om apart behandeld te worden en besluit te vluchten uit zijn land. Tien jaar later. Hou hem goed in de gaten. Huh? Wacht eens even. Dit is nog steeds gescheiden. Dit klopt niet. Dit hoort gewoon niet. Waarom is dit? Wacht, wat? Stem op Noah? Nee. We zijn in de regering? Nee, dit kan echt niet. Maar ik denk dat ik een idee heb om weg te halen. Ondertussen bij de regering zijn de ministers met elkaar in overleg. Maar hebben ze dus zo gedaan. Ik vind dat we eerst kopen ook moeten scheiden. De andere helft. Twee aparte zijn. De ene helft blanke en de andere helft donker. Ja. En qua films? Ik vind dat de acteurs ook allemaal blank moeten zijn, geen donkere meer. Ja. Vind ik ook. Ja, 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 dat vond ik ook. Ik vind dat coole attracties echt alleen voor de blanken zijn. Ja. Ja, en de zijde. Coole attracties. Ja. Nou, ik ga even naar de wc, dus ik kom die later, hè? Doei. Wat doe jij hier? Ik ben hier maar terug te halen. Ik heb toevallig al gezien bij de regering. Je kan hier niet zijn. Maar nee, ik weet het, maar ja. Ik kom hier om jou terug te halen. Dat is de enige wat ik kan doen. Je bent niet blank. Als ze jou zien, word je gepakt. Dat weet ik. Daarom heb ik jouw hulp nodig om dat tegen te gaan. Maar hoe gaat het? Het gaat goed. Het gaat goed. Oké. Mind blown. Ik moet jou hieruit halen. Hoe dan ook. Ik heb je nodig. Een beetje. Misschien heb je gelijk. Die weg. Ja. Uit de regie. En ik ga... Helaas was een vluchtpoging voor korte duur en werden ze gevangen gezet. Wie ben jij eigenlijk? Ik ben Nelson, aangenaam. Aangenaam, Noah. Oké, en jij bent? Ik ben hier. Maar waarom zit jij hier dan? Ja, ik heb me verzet tegen de regering. Echt waar? Wij ook? Ja, we proberen te vluchten, maar dat is niet goed uitgepakt. Ik zal jullie wel een goede raad geven. Vriendschap overwint alles. Ja, misschien heb je daar wel gelijk in. Vlucht als je de kans hebt en ga de vrijheid tegemoet. Dank u wel. Dank u wel voor uw goede raad. Ga maar.
2 maanden later. Dames en heren, jongens en meisjes, het was heel even spannend. Na de verkiezingen allemaal, maar hier is de nieuwe president, Nelson Mandela. Nee. Hij had het raad gegeven bij de gevangenis. Ja. Hij is nu een president, dat kan toch niet? Blijkbaar. Nou, maar hij heeft wel adviseur nodig nu. Denk jij wat ik denk? Ja, ik denk wat ik denk. Laten we gaan. Niet te veel later werden de 2 vrienden benoemd tot adviseur van Nelson Mandela.